Welkom op Sportaccommodatie De Kraanhof en de Scharen. Ik ben Pascal Kersten, een van de twee bouwcoördinatoren van dit complex. En dit jaar zijn we genomineerd voor de beste sportaccommodatie van 2022. En graag nemen we jullie mee in wat wij hebben gerealiseerd. En dit is de kantine waar we nu zijn. Onderhoudsarm ingericht, vloerverwarming. Maar ook de hergebruik van de barkrukken en dergelijke is zoveel mogelijk over nagedacht. De lichtinval zien we, zoveel mogelijk lichtinval, natuurlijke lichtinval. Hierboven zie je ook de toevoer vanuit de luchtbehandelingskast. Dit is de keuken behorende bij de kantine. Heel veel materialen die we vanuit de oude bestaande accommodaties ook hergebruikt hebben. En verder, hè, je ziet het ook, we zijn een gezonde kantine, dus er wordt qua duurzaamheid ook over de mens nagedacht. We zijn nu op de tribune die uitzicht geeft over het hoogveld. Volledig overdekt met ook nog een terras waar men kan verblijven tijdens wedstrijden of mooi weer. En zelfs in de buitenkant hebben we nagedacht over hoe het er dan uit moet zien. Want je ziet, alles is keurig zwart gemaakt en weggewerkt. Om ook dat esthetische toch wel weer, omdat we dat heel belangrijk vinden. We staan nu op de sportterp. Op het terrein gelegen wordt gebruik gemaakt door allerlei bootcamp verenigingen. Maar wordt ook gebruikt door de fysio voor hersteltrainingen. Mochten de velden wat slechter zijn, wordt hier zelfs op getraind. Op allerlei andere vaardigheden dan met de bal omgaan. Door de verenigingen. Nou, dit is een van de technische ruimtes die we hebben. Buiten staat de warmtepomp en die zorgt dat de buffervaten goed gevuld zijn met warm water voor zowel de vloerverwarming als het douche. Nou, dit is de warmtepomp. Die zorgt voor het verwarmen van het douchewater en de totale verwarming van het gebouw. Nou, we zijn enorm trots. Ja, enerzijds op het eindresultaat, waar je heel veel mensen met heel veel plezier ziet sporten. Maar ook dat we met zoveel vrijwilligers dit tot stand hebben gebracht. En alleen voor die binding zou ik het iedereen aanraden om zo'n traject aan te gaan. Absoluut.